naam is Nouria, dit is Eva. Wij gaan jullie vandaag leren om een handstand te doen. En dat gaan we doen door middel van 7 stappen, zodat jullie uiteindelijk na deze lockdown zelf een handstand kunnen doen. Eva zal het voordoen, ik zal er uitleg van geven. Als eerste gaan we in een pike push-up houding, dus je start in een gewone push-up. En dan loop je naar je voeten toe, of je voeten naar je handen. En dan zorg je dat je gewicht vooral op je schouders leunen. Omdat je uiteindelijk een handstand hier moet maken en dan zit je hele gewicht hieronder. Dus nu moet je gewicht ook hier zijn. Dus dat is de eerste houding. Je zorgt ervoor dat je dit minimaal 20 seconden kunt voordat je naar de volgende stap gaat. Dan de tweede stap, dat is op een verhoging waar je voor een stoel gepakt. Dat heb je vast ook al thuis. Dan doe je dezelfde houding maar op een stoel. Dan is de bedoeling dat je een 90 graden hoek maakt. Dus alweer je gewicht op je schouders. En zoals je ziet zitten haar billen ongeveer boven haar schouders. Wat uiteindelijk ook weer de bedoeling is als je een handstand zal gaan maken. Deze moet je ook minimaal 20 seconden kunnen, wil je doorgaan naar de volgende stap. De volgende stap is lopen tegen de muur aan. Je start in een bear crawl positie. Yes, zo. En dan ga je met je voeten kleine stapjes omhoog lopen. Dus vanaf hier. Heel goed. En dan zul je zien dat je niet helemaal tegen de muur staat. Dus dan zal ze haar handen iets terug laten lopen. Zodat je rustig tegen de muur kan staan. Deze positie hou je dan ook 20 seconden vol. En dan als je het nog beter wilt doen, ga je weer terug. En dan 3 keer. En dat dan 20 seconden. Weer naar de beerkrampositie en zo start je weer. Dan kan je weer omhoog gaan als jij dat wil. Even spieken. Dan de andere stap is een handstand omhoog schoppen. Dus dan zit je met de rug tegen de muur. Je start in een rempositie, soort van. Yes, en dan schop je je voeten gewoon tegen de muur zodat je zo kan blijven staan. Wil je hem ietsjes moeilijker maken, dan zorg je ervoor dat je je voeten loslaat. En dan zul je zien dat je een paar keer heen en weer klapt. En dan kan je weer opnieuw gaan staan, zodat jij wat langer kan blijven staan en je voeten weer los kan laten. Doe maar nog een keer. Oh! Ik schrok van je hand. Oké. Ja, en dan laatste los. Je kan dit met iemand doen. Die kan jou vasthouden en dan kan je hier ook blijven staan. Het liefst dan met 1 vinger, zodat je bijna geen weerstand hebt. En je eigenlijk het meeste zelf doet. Yes. En dan de laatste is een handstand gewoon. Dus als je op een gegeven moment deze ook 20 seconden minimaal kan volhouden, dan zou je uiteindelijk een handstand zonder een muur kunnen doen en gewoon rechtop staan. Yes. En dat is hem.